Deze islamitische slagerij in Rotterdam-Kralingen krijgt nachtelijk bezoek. Niet van inbrekers die dingen wegkomen nemen, maar van twee mannen die dingen achterlaten. Nou, in de nacht van dinsdag op woensdag 17 op 18 mei vond hier een vernieling plaats op de islamitische slagerij. Er werd een ruit vernield en vervolgens werden er twee varkenskoppen door de ruit gegooid en een aantal varkensstaarten. En ook voor de zaak werden twee varkenskoppen neergelegd. De politie kwalificeert dit als vernieling, maar de eigenaar van de halalslagerij voelt zich wel degelijk bedreigd. Varkens en varkensvlees zijn niet halal. Dat betekent dat ze volgens de islam niet rein zijn. Als de politie de zaak onderzoekt, vinden ze deze beelden. Twee mannen die in de nacht van woensdag 18 mei over de Lusthofstraat lopen. De camerabeelden die laten zien dat rond een uur op 1 twee mannen voorbij lopen. Die lijken een voorverkenning te doen. Om 2 uur 's nachts komen zij terug. Twee grote boodschappentassen waarin dus vermoedelijk de varkenskoppen gezeten hebben. Nou ja, wij hopen natuurlijk dat mensen de mannen herkennen op de beelden. Misschien dat ze aanslaan op een combinatie van de kleding en de mannen. Misschien weten zij zelfs waar zij de varkenskoppen vandaan hebben. Nou ja, we willen natuurlijk dat deze mensen contact met ons opnemen. Heeft u tips voor de politie? Bel dan 0800 60 70 of meld misdaad anoniem 0800 7000.